ik geen flauw idee wat er allemaal gebeurd is. Maar we zijn kampioen geworden, dus daar ben ik heel blij om. Ik ben sta ook een beetje aan mijn bek vol tanden, moet ik zeggen. De eerste drie kwarten, ik denk drie van mijn mindere kwarten dit jaar. Maar ja, als er iets is wat wij nooit doen, en ook ik niet, is opgeven. Ik denk dat we het altijd al hebben laten zien. En nu weer, voor de Champions League. Ja, dat zou prachtig zijn. Dus wat ik alleen dat is nog heel veel werk nu. Kampioen, hoe voelt dat na zo'n achterstand? Ik kan er nog steeds niet geloven, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat er de laatste twee minuten is gebeurd, maar we zijn kampioen geworden. Dus ongelooflijk. Ja. Je wint dit jaar de beker, je wordt kampioen van Nederland. Kan je nog focussen voor vier wedstrijden in de B-Next Playoffs? Als je me nu vraagt, nee. Maar dat komt volgende week alweer. Maar ja, nu kan ik er nog niet aan denken. Nee. Mooi einde voor 5 mei al. Wel, Doc. How are you feeling now? Unbelievable. Unbelievable. What a crazy finish. Just shows you can never give up in this game. This game is so special that even when it looks like you have no more chance, a couple of big plays can change the rhythm, a couple of big plays can change the course of the history, and wow, unbelievable. What was the reason for the turnaround? Did you take a timeout? Did you change something? We took the timeout and said we're going to start fouling. And of course it helps if they don't make the free throws, and it helps then if we can get a couple turnover or steal the ball a couple times. But at the end of the day, you got to make those shots, and I think Luke said it earlier, probably the first three quarters was maybe some of his worst the entire season. And then at the big time, he was there, so wow. It was an incredible finish. I've never seen something like this before. Congratulations again to my team. You know, I want to tell you how hard a guy like Tommy works every day. He's the first one in the gym, he's the last one out of the gym. When he came here, he had a hard time hitting the basket sometimes from the free throw line. And to step up and make those two clutch free throws, he deserved everything he got. So what happens in the future, we'll see. But I'm going to enjoy this first. Now it's 4 days rest or so. Jeez, really? 4 days? We don't have a game? What the hell are we going to do? You play the 5th of June, the first game. I know. We're not thinking about the B-Next right now. We're thinking about enjoying this, and we'll take a couple days off, try to regroup, get healthy, get some legs back, and see what can happen there. But I don't even care about that right now. Thanks again to all the fans, super support throughout the whole game. Also, when it didn't look so good, you guys stood behind us. Fantastic job. The MVP, of course, is a player of Zorg en Zekerheid Leiden. And it is Tommy Rutherford! Congratulations with the championship and with your MVP trophy. Well deserved to hit those last two free throws. Well, in the beginning of the season, you couldn't hit the free throws. Man, we fought. This team always fights, no matter how much we're down. That's the competitive spirit that I love about our guys. And in terms of the free throws, I've been working on it all year after practice, trying to get better. And the hard work paid off. I hit the free throws with confidence. And my coach even said that was the hard work paying off. So I'm proud of myself putting in that time with my teammates and really trying to get better. What did you have for breakfast today? Oh man, I had my normal breakfast. Just oatmeal, eggs, and some toast. Good protein, good carbs. And tonight, 5 hamburgers and 6 pizza slices. Oh, you know that's happening for sure. Along with a couple of these babies right here. How did you enjoy your stay in Leiden so far? Yeah, I loved it here. I mean, this is a great crowd. This place has been so welcoming. And it's been a great opportunity to forward my career as a basketball player. And every moment where we've played in this gym and not in this gym, I've loved it. I love the competitive level, and it's just fun to be here. I appreciate the ZZ Leiden fans for coming out today. Leiden is going to the Champions League next year. Do you want to stay in Leiden? I mean, I just have to weigh my options, you know, like it's never off the table, but I don't know for sure yet. I'm just going to enjoy this victory and hope that we'll talk about it in the summer. Well, Lucas, congratulations, gefeliciteerd.
Fantastische sfeer. En je had een belangrijke rol in de slotfase als stofzuiger weer, hè? Balletjes afpakken. Ja, ik denk, ik kwam erin en ik denk, ja, we stonden achter, dus alles geven, niet opgeven. Had je ooit, had je toen je 16 punten achter stond nog geloof in het kampioenschap? Ja, absoluut. Ik geef, ja, dat, ik geef nooit op. Dat was het, ja, absoluut. En nu? Feest vieren, dat nu. Ja, naar het stadhuis, hè? Ja, dat is, ik was vaak toeschouwer daar zo, dus nu hopelijk daar staan. Ja, dat is leuk. Hoe heb je de hele serie beleefd? Want je hebt niet alle wedstrijden gespeeld. Hoe heb je dat ervaren? Ja, gewoon elke wedstrijd op, als aparte wedstrijd zien. En elke keer gewoon gaan. Al speel je niet, kan je nog steeds een impact hebben. Dus elke keer als ik erin kom, zo goed mogelijk presteren. En nu op het laatste, money time. Ja, nou, ik zou zeggen, lekker je eerste volle jaar bij het eerste. Meteen de beker winnen, kampioen worden. Volgend jaar Champions League. Daar hoeven we nu nog niet over na te denken. Nu, leven het nu, dat zou ik zeggen. Ja, want er komen ook nog een paar B-Next Playoff wedstrijden aan. Ja, we hebben er nu 2. Wij gaan voor 3. Oké, al het goede komt in 3. Absoluut. Hoe voelt dit? Ja, top. Dit is echt genieten. We stonden voor mij 16.8 nog 2,5 minuut. Ik denk dat bij heel de zaal een beetje indirect toch de moed in de schoenen was geschoten. Maar dan beginnen we gewoon te spelen en dan komt Lucas er ook in en dan hebben we zoveel energie. Hun raakt het helemaal kwijt en Luc van Bree die van overal de hoek aan raak schiet. En dan Tommy die soms een beetje moeite heeft met vrij roppen, die dan gewoon ijskoud 2 vrij roppen neergooit op het einde. Dat is geweldig. En wat dacht je nog dat de vrij roppen misschien voor jou waren? Ik ben natuurlijk een beter vrij roppenschutter op papier. Dus we wisten eigenlijk al dat het op Tommy was, maar je kan het dan natuurlijk altijd proberen. Alleen achteraf is het natuurlijk helemaal niet nodig geweest. Maar het is genieten. Hoe voelt dat seizoen voor jou tot nu toe? Ja, het is geweldig. Ik ben natuurlijk, ik zat bij Den Bosch gezeten, geen prijzen gewonnen. Toen ben ik bij Den Helder gegaan, dan ga je er natuurlijk niet vanuit dat je prijs wint. En dan kom je hier bij een ploeg die de laatste 2 jaar heel veel prijzen heeft gepakt. En dan pak je gewoon meteen de eerste 2 prijzen van het seizoen. Dat is gewoon geweldig. Echt. Gaan we nu voor de triple? Tuurlijk. We gaan nu feesten. Ik weet niet hoe lang we vrij hebben tot de volgende wedstrijd, maar we gaan nu 5 dagen. 5 juni is de volgende wedstrijd. 5 juni, dat is dan over een week volgens mij. We gaan nu een paar dagen vrij. Feesten vandaag, misschien morgen ook nog. En dan tuurlijk, we gaan voor de derde. Tuurlijk, we gaan niet stoppen nu. Nee, en je bent nog onder contract volgend jaar. Dus dat betekent je debuut in de Champions League. Dat zou heel mooi zijn, ja, als we volgende van de Champions League gaan spelen. Dat zou, zou genieten zijn, zeker. Hoe heb jij de wedstrijd ervaren? Het was een wedstrijd waar we eigenlijk niet aan te pas kwamen. Donar was hier een meester vanaf het eerste moment. En wij kwamen maar niet in de wedstrijd. Het leek net of de spelers vast zaten. Totdat toch die onverzettelijkheid weer naar voren kwam en ze alle schroom van zich afgooiden. Dan heb je een paar mazzelballen nodig. Dan heb je die druk nodig die gegeven wordt. En dan heb je misschien een paar Groningers nodig die de kluts kwijtraken. En dan komt er toch zo'n waanzinnige uitslag uit dat we hier weten te winnen. Ja, dit is ongelooflijk. Het seizoen is nog niet afgelopen? Ja, we gaan eerst vieren. En daar zijn we al goed mee bezig hier. Je ziet de spelers ook op de achtergrond heen en weer rennen. We gaan naar het stadhuis, we gaan met het team eten straks. En dan gaan we eerst maar eens rust nemen. Dus dan hebben ze even tijd om te herstellen en dat zal nodig zijn. 5 wedstrijden in zo'n korte periode die zo fysiek waren. Je ziet het aan blauwe ogen, sneeën en scheve neuzen. Ja, dit is vechtbasketbal en dat kunnen wij toch als geen ander blijkt. De volgende halte na de B-Next Playoffs, Champions League. Ja, dat is een goede vraag. We zouden ons nu kunnen inschrijven voor de voorronde. We weten allemaal wat de situatie is in Leiden met de hal. En dat ook de nieuwe hal, als die op tijd klaar is, dat niet aan de vereisten zal voldoen. Dus daar zullen we het nog eens even goed over moeten hebben met elkaar. Is het niet zo dat je in de voorronde iets van dispensatie kan krijgen voor je hal? Dat wel, maar als je kwalificeert, dan heb je een ander probleem natuurlijk. Dus we gaan kijken hoe we daarmee omgaan. Deze staan misschien nog wel hoger dan die 3 verlengingen.
Ja, nee, dat is zeker heel bijzonder. Ik denk dat Donar voorlopig niet hier wil spelen op 29 mei. Maar dit was heel lekker voor ons. And then, congratulations to Zorg en Zekerheid Leiden!